Dit is Langstraat TV. Uw regio in beeld en geluid. Ik zit hier in atelier Winterdijk 30B en ik dacht atelier, daar wordt geschilderd, daar wordt gebeeldhouwd, maar niets is minder waar denk ik hè? Ja, toch wel een beetje. Het is een atelier omdat hier echt gewerkt wordt. Er zitten hier kunstenaars, er zit hier een lijstenmaker, er zitten wat kantoortjes hier. Maar daaromheen doen we in de weekend allerlei culturele activiteiten, zoals muziek, film, theater. Er gebeurt hier van alles. Maar het staat een beetje op de tocht, heb ik begrepen. Ik had een heel mooi plan om de rest van het pand erbij te kopen, samen met iemand anders. We wilden daar een grote theaterzaal maken, bovenop het atelier. En die man die haakte op het laatste moment af, door privéomstandigheden, niks aan te doen. Ik zat toen een beetje in een zak en as en toen kwam ik een vriend van mij tegen in de stad. En die zei, of, hoe is het? Ik zei, nou eigenlijk niet zo goed. Ik weet niet goed hoe ik moet verder gaan. Maar jullie moeten verder, jullie zijn zo goed bezig. En als ik jou nou wat geld geef, gaat het dan lukken? Ik zei, nou ja, wat geld, ik heb een hele hoop nodig. En een uur later kom ik weer iemand tegen in de stad en die zegt ook van Alfred, hoe gaat het? En maar fijn, het hele verhaal wil weer een keer. En toen dacht ik, als er zoveel mensen over denken die ons steunen, dan moet ik daar iets mee doen. En 7 januari was ik jarig en ik zeg tegen mijn vrouw, Inge Monies, van ik ga een brief op internet zetten. Ik ga gewoon vragen om mensen mij te helpen. Toen zei ze, nou, ik weet niet of dat was een goed plan is. En jullie hebben een oude blootgeven. En we hebben het gedaan, we hebben een hele mooie brief geschreven. Inge Monies heeft daarmee geholpen. En binnen 5 minuten, we hadden hem om 12 uur op internet staan. En binnen 5 minuten hadden we €10.000 toegezegd gekregen. Geweldig. Ja, wat we eigenlijk willen proberen is, en dat is nog niet helemaal gelukt, eigenlijk moet dit een soort creatieve broedplaats worden van allemaal culturele bedrijfjes. Vandaar dat we zo blij zijn als we de bovenkant erbij kunnen kopen, want er komen er meteen 7 ateliers bij. De bedoeling is dat die mensen met elkaar gaan samenwerken, dat er nieuwe dingen uit voortkomen en dan gaat Waalwijk helemaal bruisen. Ja. Je hebt nog wat geld nodig. Ja, klopt. Waar kunnen de mensen terecht voor een donatie? We hebben niet een klein beetje nodig, we hebben €217.500 nodig. Maar we zijn zondag 7 januari gestart en het is echt ongelooflijk. De teller staat nu op €200.000 aan toezeggingen die we nu binnen hebben. En ook al zouden we het niet halen, die steun die wij van mensen gekregen hebben, die mailtjes, die telefoontjes, hartverwarmend en dat maakt het al een heel bijzonder, vind ik. We hebben een e-mailadres, atelier Winterdijk 30B. Als je googelt, kom je er zeker uit. Wij hebben geen geld direct nodig. Wat is het geval? Wij willen graag het pand erbij kopen. Wij kunnen dat alleen maar betalen als we ons woonhuis verkopen en hierboven gaan wonen. De bank kon geen overbruggingshypotheek verstrekken omdat er nog geen woonvergunning op zat. En dan krijg je een beetje het kip-en-ei verhaal. We moeten eerst ons huis verkopen. Enfin, en toen hebben we gezegd, dan gaan we het op een andere manier proberen. Gaan we de hulp inroepen van mensen. En wat ik zo mooi vind, in Waalwijk waar nooit iets kan en niks gebeurt, in een week tijd €200.000. Ik vind het geweldig. Ja, ik ben ook gewoon, ik ben heel erg verrast en heel erg dankbaar dat mensen laten zien dat ze dit atelier willen dragen. Dat is echt, en ja, ze zeggen veel over Waalwijk, maar dit kan toch maar mooi.